is dit? Hallo. Oh nee. Ja. Dit is in de echte wereld, man. Is dat duidelijk voor jullie? Wat is dat mensen, welkom weer bij een nieuwe video. Ik ben Shaquille van KookTV Eindbaas en vandaag gaan we iets heel erg leuks doen. Want ik heb vandaag iemand bij me. Jurien, kom erin. Yes, yes. Dit is Jurien en we gaan iemand vandaag verrassen. Ja, we gaan Lucas verrassen. Het is een oud middelbare schoolvriend. We kennen elkaar eigenlijk heel goed, we zien elkaar echt elke dag. Ja, we zijn gewoon hele goede vrienden. Ik wil even weten, kan je een beetje gamen? Ja, redelijk. Oké, ik ben heel redelijk. Redelijk. Ik ben natuurlijk de Eindbaas, dus Jurien moet misschien een beetje van me leren. Want we gaan heel iets tofs doen. Maar we gaan nu even hem verrassen met een leuk spelletje. Maar eerst ga even naar hem toe. Dus let's go. Oké, Jurien, we moeten nu naar zijn huis toe lopen. Klopt, ja. Denk je dat hij een beetje... Heeft hij zijn gordijnen open? Oh. Nou, hij is wel wakker dan. Hé, hey, man. Wil je heel veel naar buiten komen? Wat is dit? Hoor. Oh, nee. Ja. Die ene keer doen dat zij. Gast, wat is dit? Hey. Wow, hallo. Ja, dat is mooi, hè? Hé, hey, Lucas. Ja. Alles goed? Goedemorgen. Goedemorgen, het is vroeg, hè? Ja, nou, ik moest eigenlijk... Ik lag nog in bed, maar ik moest eruit voor mijn moeder van dat de schoonmaker mijn kamer in wilde. Ja, maar dat was georganiseerd, hè? Dat was georganiseerd. Echt niet. Wel, echt wel. Echt waar. Ja, alles was allemaal georganiseerd. Kom even naar buiten, kom. Ja. Nou, Lucas, zoals ik al zei, ik ben Shaquille van KookTV Eindbaas. En Jurien heeft je opgegeven, want we gaan vandaag iets leuks doen. En wat we gaan doen, dat is nog een verrassing. Maar daarvoor hebben we een spelletje. Ik weet niet of je het een soort van spelletje kent dat je een koptelefoon op hebt. Dan gaat hij de naam of dingen naar je toe schreeuwen. Oh, ja, en dan moet jij het gaan raden. Oké, ja, dat ken ik al. Okay, ja, dus ik moet gewoon raden wat jullie zeggen. Ja. En dan moet je een beetje kijken wat de verrassing zou zijn. Niet meteen gelijk spoilen voor jezelf. Okay. Maar je kan wel een klein beetje vinden waar we naartoe gaan. Oké. Okay. Dus laten we de koptelefoons op doen. Oké, ik heb ze allebei twee koptelefoons gegeven. Ik heb hier een paar woorden en die hebben allemaal te maken wat we vandaag gaan doen. En ik ga ze eigenlijk aan jou geven en dan moet hij ze gaan raden. Oké, okay. Het eerste woord mag je aan hem gaan schreeuwen. Puzzel. 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 Heel, heel makkelijk. Goed lepel lezen. Puzzel. Gewoon puzzel. Puzzel? Ja. Breda. 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 Hoe goed articuleren, hè? Breda. Ja, je hoort het niet als ik articuleer. Ja. Breda. Wacht nog één keer, gewoon langzamer. Breda. 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 Daarna. Daarna. Breda. 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 Escape. Escape. Room. Escape. Room. Dus... Escape. Hoe ga je dat uitleggen? Echt geen idee wat je zegt. Escape. 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 Okay, escape. Wacht. Ja. Escape room. Oh. Ja. Ja. Okay, lekker. Okay. De laatste, guys. Gevangenis. Gevangenis. Gevangenis? Ja. Ja. Oh, lekker. Oh, die was snel. Je hoort me. Niet vals spelen. Wat zeg je? Oké, nou, dat je hebt ze allemaal. Wat maken we samen allemaal? Ja. Breda, escape room en gevangenis. Dus we gaan naar gevangenis in Breda en escape room doen. Juist. Ik heb nog nooit een escape room gedaan. Nou, dat wordt dan leuk. Lachen. Ik heb het zelf ook niet gedaan, dus let's go. Ja. Let's go, jongens. Nou guys, we zitten dus nu in de gevangenis. En zoals je ziet, het is super groot. Vier lagen met alleen maar cel. Dit is heel erg, want wij moeten straks hieruit proberen te komen. En dat kunnen we niet alleen doen, want er doen echt heel veel mensen hier aan mee. Maar ik weet er niet zoveel van, want we gaan iemand even spreken die daar meer van weet. Ja. Dus let's go. Hey, Shaquille. Rick. Hi, Jurien. Rick. Hey, Lucas. Nou Rick, wat gaan we hier allemaal straks doen? Jullie gaan ervaren hoe het is om in een gevangenis te zitten. Doen er nog meer mensen mee of zijn wij het alleen? Jullie worden onderdeel van een groep van 420 criminele mensen. Oké, dat is een beetje veel, maar we zijn drie gamers, wij kunnen dat easy. Gamers kunnen het easy. Zeg maar met dat schermpje. Ja. Dit is in de echte wereld, man. Ik weet niet of je het gaat dealen, maar er komen hier zo dadelijk 50 bewakers binnen. Ja, een van de bewakers die trok me aan mijn mouw en gaf aan dat gevangenisdirecteur Keizer eigenlijk niet zo te spreken was over het vreemde bezoek. Nou guys, ga jullie even naar voren. Ga jullie maar, ja? Ik ga even rondkijken. We gaan daar naartoe. Ik ga even snel kijken wat ik kan vinden, want ik moet clues hebben. Zo ziet er dus een ding uit. Het is echt huge, dus oppas hier zo. Misschien is Keizer nu al naar mij op zoek. Nog even verder lopen. Hier is een uitgang. Hier zag ik een uitgang. Die is nog niet open, maar misschien wordt die later nog opengezet. Ik denk dat ik straks zoekt iemand mij en dat hebben we niet nodig, dus. Wat is dit? Dat ziet er officieel uit, man. Inderdaad. Wat kan je doen, jongens? Wij werden gestuurd door Rick. Rick? Geen idee.
Ik kom hier doen in het kantoor van Keizer, jongens. We werden hier naartoe gestuurd om even hooi te zeggen, denk ik. Wie ben je en waarom zit je hier? Ik ben Shaquille. Ik ben helaas geframed. Onschuldig, maar... Onschuldig. En jullie? Ik ben Jurriaan en ik heb bitcoins gehackt. Lucas, ik heb tart gereden. Ja, 130 kilometer. Drie stukjes bij elkaar dan. Vanuit dat jullie nog wel vriendjes zijn, zeker. Het gaat zoals volgt. Ik mag spreken voor Keizer, gelukkig. Wat jullie daar gaan doen? Jullie gaan naar buiten. Gaan langs het hek lopen. En gaan doen wat andere gedetineerden doen. Dus volg instructies van mijn collega's. Staan alle tijden op. Is dat duidelijk voor jullie? Ja. Het is mist. Oké, okay. Jullie trekken de jumpsuit aan. Als je mouwen of pijpen te lang zijn, sla je deze om. De kraag gaat netjes en de knoopjes gaan tot bovenaan toe dicht. Jullie hebben 1 minuut, go! Volgende twee. Eerste vak, niks in het vak staan. Blijf staan. Ja, jij. Ja, voeten in het vakje. Goed zo. Nou, naar de camera kijken. Prachtig. Doorlopen. In de camera kijken. Bordje voor je borst. Nou, doorlopen. Volgende. Haal die grijns in je smoel. Het is geen modefoto, hè. En doorlopen. Volgende. Laat me eruit. 10 jaar. 10 jaar is jouw celstraf. Ik wil eruit. Nee, nu. Laat me gewoon eruit. Helaas, qua spoilers, we kunnen niet alles naar buiten brengen. Dus ik zie jullie zo. Oké, okay, nou guys, we zijn er eindelijk uit het... Ja, we zitten nu nog eigenlijk erin, maar we zijn ontsnapt. Nou, ik ben er vanaf gekomen. Ben jij er afgekomen? Ja. Ja? Nee, ik niet. Niet? Heel jammer, nee. Hoe is dat nou? Bijna. Ja. Vonden jullie het samen leuk? Ja, dat was echt helemaal leuk. Ja, dat is... Kijk, dat zo voel je ook heel echt voelt. Dat is inderdaad zo, man. Ik dacht ook echt voor mijn gevoel dat ik echt in een videogame zat. Ja, dat precies, is natuurlijk. Ja, dat is echt een beetje weird, maar eigenlijk wel leuk. Zo, kijk. Dat is vrijheid, jongens. Kom. Freedom! We mogen geen spoilers naar buiten brengen, maar wil je dit ook doen? Dat kan zeker. Ik wil ook Prison Escape bedanken dat we hier mochten zijn. Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe video's van Coke TV? Dat kan zeker. Druk op het subscribe-knopje. Als je wilt weten wanneer er een nieuwe video is van Coke Fris Chicks, van Eindbaas of van Kicks, druk dan even op het notificatiebelletje. Dan mis je namelijk geen enkele video. En vond je dit een leuke video? Druk dan even op het blauwe duimpje omhoog. Jongens, dankjewel. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Doei.